ben Jeanette Gaten en ik wil graag laten zien wat er achter gesloten deuren gebeurt in creatieve zin, waar de kunstmarkt, de kunstwereld op dit moment mee bezig is. Vandaag zijn we in Byzantium, een woonresidentie. Het is gemaakt door Rem Koolhaas, een heel bijzonder gebouw gemaakt in 1991. En daar is recentelijk een lichtinstallatie geïnstalleerd, gemaakt door Henk Sallinga. Dat zou feestelijk worden geopend, maar ja, dat kan natuurlijk niet. En daarom gaat Henk ons nu meenemen en vertellen over hoe dit allemaal tot stand is gekomen. Henk, dus dit is de constellatie zoals jij die hebt bedacht. Ja, als je zeg maar, door het gebouw heen loopt, zie je op een goed moment dat al deze cirkels zeg maar, elkaar verbinden. Het zijn steeds afsnijdingen of perspectieven of reflecties, waardoor het zeg maar, een eenheid wordt. Eigenlijk suggereert het een beetje een soort heelal. Dat was een beetje het uitgangspunt. En dat zie je ook, volgens mij, want als ik door het raam kijk en ik zie de reflectie en daar ook, en dan wordt deze halve cirkel wordt opeens een hele cirkel. En alles loopt door elkaar, het is waanzinnig. Ja, daar is eigenlijk het spelletje om te doen. Waar stopt het en waar begint het? Hoe maak je dat? Het is een polycarbonaat buis. Dat is een soort kunststof. En in die buis schuiven we een soort printje met ledjes. En ze worden echt koud tegen elkaar aangebogen. Het zijn dus lentes, schuiven we ledjes in en dan worden ze rondgezet. Maar je hangt ze, en hoe hangen ze dan daaraan? Als ze strak tegen het plafond zitten, dan doen we het magneetjes. Er zit een, op de buis zit een soort heel klein kapje en daarin zit een magneetje. En deze plafonds zijn van metaal. Dus dan kunnen we het er gewoon tegenaan klikken. Maar wat een werk. Hoe lang ben je daarmee bezig geweest? Totaal een jaar. Nou Henk, we zitten hier op gepaste afstand. Maar we zitten op een kunstwerk. Dus niet alleen de lichtsculptuur die door het hele Byzantium is, is van jou, maar ook waar we nu op zitten. Ja, ik noem het altijd gewoon maxhalve macetels. En het is een deel van een grotere installatie. En die zijn allemaal even groot? Nee, ze verschillen in breedte. En waarom is dat? Ja, perspectief is vertekend beeld te krijgen. En het leuke is dat dit is aangeschaft eigenlijk door een kunstverzamelaar die hier ook woont en wiens initiatief het ook is om weer dat licht te doen. Helemaal. Kasper van der Kruk. Klopt, helemaal. Ja, dus ik ben met Casper in contact gekomen, ik weet niet, al vrij lang geleden. En bewoners sparen voor kunstwerken. Dit was een hele kleine renovatie aan de plafonds. En toen was eigenlijk de vraag of ik een voorstel wilde doen voor een soort licht. Maar het moest wel een meerwaarde zijn dan alleen maar licht. Bedankt Henk dat wij hier zomaar mogen zijn in jouw studio. Ik vind het altijd heel bijzonder om bij kunstenaars in de studio zelf te zijn waar het allemaal gebeurt. Nou, je bent een lichtkunstenaar of een lichtkunstenaar. Je schetst met licht, dat is eigenlijk wat je doet. En dat doe je al een tijdje. We staan hier bijvoorbeeld bij een werk wat heel langzaam van kleur verandert. Van wat, ja. Waar kijken we dan naar? Ja, dit is een werk dat is al een tijdje geleden gemaakt. De hele serie heet Breathe In, Breathe Out. En wat ik hier heb gemaakt is eigenlijk een soort, je noemt dit een vierknoop. En dat is zeg maar hoe ze in de middeleeuwen maliënkolders maakten. Maar ik heb hem laten ademen. Je ziet dat het licht steeds met een soort ademhaling in en uitademt. Ik zie mezelf niet echt als lichtkunstenaar, maar meer zoiets van het is het groot materiaal waar ik in wens te werken. Voor mij is het eigenlijk gewoon een soort verf. Een van de dingen die ik probeer in licht is dus dat perspectief, maar ook het kaderen van licht. Kun je licht kaderen? Dat is natuurlijk ook wat je in Breathe In, Breathe Out ziet. Van, kun je licht eigenlijk wel vangen? Nee, want licht is natuurlijk overal. Maar is het lang geduurd voordat je nou tot zoiets komt? Dat je het werkt? Ik maak mezelf in die zin nog niet zo heel makkelijk. Want kijk, als je aan het schilderen gaat en het gaat niet zo goed, en dan ga ik de volgende dag schilder ik daar overnieuw weer iets op. En dan ga ik het overnieuw proberen. Het werken wat ik toen doe, het is natuurlijk dat ik heel eerst bedacht heb van je aan de slag gaan. Omdat het natuurlijk het hele
maken, dus dat is een heel groot stuk van het proces. Maar aan de andere kant komt het goed uit, dat ik ben een waardeloze schilder. Dus dan ook het liefst voor deze dingen. Zo, dit is eigenlijk wat we hier zien, is de ja, wat we ook op Byzantium zagen, toch? Ja. Nou, het grappige is, het is eigenlijk begonnen dat gedoe met dat licht. Dit is al een plan van ons vorig 20 jaar geleden. Toen wilde ik glazen fluorescentiebuizen buigen. En dat is een heel slecht plan. Want dat geeft niks meer. En toen ben ik heel lang bezig geweest met honderden andere oplossingen. En dat werd allemaal niks. En ik heb dat heel lang laten liggen. Totdat we dus eigenlijk de mogelijkheden hadden om dat in LED te kunnen doen. En het eerste wat ik eigenlijk wilde was dus gewoon dit. Dat je dus een buis zou kunnen pakken. Je zou kunnen klemmen tussen het muur en het plafond. Oh ja, en dat die dan zo moest blijven staan. Normaal. Maar je zit het dus neer, je klemt het en dan heb je een beetje al kunstwerk. Ja. Is dat zo? Ja, als je op een aanval. Zo. Dus ja. Dit was er eerder dan... Ja, ja. Dit is eigenlijk de allereerste geweest. Ja. Dit is eigenlijk helemaal het begin van het verhaal geweest. Want toen ik dus ging buigen, kreeg ik heel snel van... Oh, dat is leuk, dan zet ik er hier één neer. En dan zet ik een stuk verderop die andere neer. En dan is het net alsof die afgeknipt is, maar wel doorgaat. Want cirkels maak je hoofd af, hè. En na deze ben ik dus de Lumen Balancers gaan maken. En die hangen dus aan een draad, zijn een soort mobiele. En toen ben ik eigenlijk met cirkels begonnen. Dit is de kleinste van allemaal. De kleine kan u ook niet, want dan knapt hij. Henk, super bedankt. Ik vond het ontzettend leuk om de afgelopen dagen met jou tour te hebben gemaakt in Byzantium, in jouw studio, te zien wat je allemaal doet met licht. Ik vond het heel erg leuk. Nou, dank. Dankjewel.